Oké, wij zijn hier bij de klarinet. En een klarinet is wat voor soort instrument, Madelief? Een houtinstrument. Een houten blaasinstrument, omdat die meestal van hout gemaakt wordt. En als je, zoals Madelief, op de klarinet speelt, dan heb je geen houten klarinet, denk ik, hè? Nee. En waarom is dat niet? Weet je dat? Omdat deze niet van hout is. Maar dat komt omdat hij dan niet zo zwaar is. Ja. Want anders is het best wel een zwaar instrument. En een klarinet heeft, net als de saxofoon, een rietje. En dat rietje, dat hebben we nodig om geluid uit ons instrument te krijgen. Want als ik dat er nu niet opzet en ik ga blazen, hoor je geen geluid. En als ik het rietje wel erop zet, dan gaat dat rietje eigenlijk heel snel trillen tegen het mondstuk. En dan komt er dus geluid uit je instrument. En Madelief heeft hem al klaarstaan. Madelief, laat gewoon eens even een hele lange noot horen. Zo lang als je kan. Zo even. Kan je hem nog langer volhouden? Hij is wel heel erg lang, hè? Een klarinet, ja, je ziet het, hè? Je gebruikt net als bij een blokfluit eigenlijk gewoon al je vingers. Maar dan zitten er allemaal extra klepjes om die noten nog mooier te laten klinken. Een klarinet kan heel erg laag klinken. Een soort stoomboot, hè? Met Sinterklaas kunnen wij altijd heel goed de stoomboot van Sinterklaas namen. Maar wij kunnen ook heel hoog spelen. En maar liever nog niet zo hoog, hè? Maar nee. Ik zal het eens even laten horen, hoor. Dus, je kunt best heel wat leren nog, hè, Madelief? Ja. En als we klarinet spelen, houden we er ook altijd van om leuke liedjes te spelen. Mm-hmm. En je hebt er daar eentje voor je neus staan. Zou je daar eens een stukje van kunnen spelen? Ja. En tijdens de lessen doen we natuurlijk ook stukken oefenen voor het schoolorkest, hè? Mm-hmm. Doen we ook wel. Maar af en toe doen we ook wel eens een beetje improvisatie. En dat is ook gewoon heel leuk, want dan mag je zelf weten wat je doet. Komt-ie aan. Ik ga beginnen. We zijn er klaar mee, denk ik, Madelief. We hebben eigenlijk al. Wil jij nog iets vertellen over de klarinet? Nee. Alleen dat het heel erg leuk is om te spelen. Ja. Dus kies voor de klarinet.